welkom weer bij deze nieuwe Misdaad en Make-up. In dit format bespreek ik elke week een nieuwe zaak voor jullie, terwijl ik mezelf opmaak. Dit format draait geheel om de waar gebeurde misdaad. Elke week kies ik voor jullie een nieuwe zaak uit die ik van A tot Z bespreek. En terwijl ik dat doe, meet ik mezelf een lookje aan. Vandaag ga ik het hebben over de zaak van Samantha Wolford. Vorige week hebben we een keertje een Nederlandse zaak besproken. Maar meestal gaat het over Amerikaanse zaken, zoals ook deze week. Deze zaak speelt zich af in 2015, dus het is ook een recente zaak. Ik heb twee dingen gemeen met deze Samantha Wolford. 1. Dit meisje houdt heel erg van YouTube-video's maken. Ze was echt erop gebrand om een YouTube-ster te worden. Ik wil niet zeggen dat het gelukt is, maar ze heeft wat bekendheid vergaard. Laten we het zo zeggen. Tweede ding wat wij gemeen hebben is haar crush op Ian Somerhalder. Ik weet helemaal niet hoe ze... In ieder geval Damon Salvatore uit de Vampire Diaries is echt helemaal verliefd op. En ik ook. Voor de rest hebben ik en Samantha Wolford niks gemeen. Dat wil ik eventjes gezegd hebben. Het is een verschrikkelijk verhaal waar helaas ook kinderen bij betrokken zijn. Het is echt ontzettend verdrietig wat hier is gebeurd. En ik merk dat tijdens het uitzoeken van deze zaak dat ik best wel een erge wrok koesterde naar deze mevrouw. Ik mag haar niet. Ik ga haar nooit mogen. Ik vind haar een vervelende vrouw en jullie gaan erachter komen waarom. Het is weer zo aangrijpend. Dus zet jezelf schrap. Ditzelfde verhaal heb ik ook verteld in mijn podcastaflevering Moordkast. Ben je daar benieuwd naar? Het linkje staat onder in de beschrijving. En waarom nou een podcast waarin we hetzelfde verhaal vertellen? Nou, dit doe ik samen met mijn broer. En dat vind ik helemaal tof. Want dan kunnen we een beetje over van alles in discussie gaan. En soms zijn we het met elkaar eens en soms niet. Dus het is heel fijn om iemand te hebben die ook terugpraat. Dat heb ik natuurlijk in mijn video's niet. Plus, ik kan wat meer gedetailleerd op de zaak ingaan. En dat kan hier op YouTube weer niet. Voordeel aan deze video is dat ik wel heel veel beeldmateriaal jullie kan laten zien. Dat wordt bij een podcast weer moeilijk. Dus wil je echt alles van dit verhaal weten? Bekijk dan altijd en de video en de podcast. Dan ben je helemaal op de hoogte. Content op dit kanaal is vrij heftige content. Het zijn vreselijke verhalen. Mocht je daar niet tegen kunnen en ben je onder de 12 jaar oud, klik deze video dan weg of vraag je ouders om toestemming om deze video te mogen kijken. Misschien is wellicht mijn tweede YouTube kanaal dan wat voor jou. Onderstream, want daar maak ik gamevideo's op. Ander soort content wat meer voor jou geschikt kan zijn. Dus youtube.com/onnestream. Abonneer erop. Elke zondag om 3 uur 's middags zal ik daar live gaan. Je kunt gewoon doorklikken in de beschrijving als je daar interesse naar hebt. Verder is het absoluut niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig in het verhaal te praten over wie dan ook. Verder, alle informatie die ik geef is informatie gevonden op het internet in documentaires. Ik heb het slechts gebundeld tot 1 verhaal. En dit zal ik aan jullie brengen. Elke week geef ik een shout-out aan iemand waarvan ik vind dat diegene het verdient. Of waarvan ik denk, hé, dat is een leuke comment. Als je daarvoor in aanmerking wil komen, gebruik dan even de hashtag #sonnedie in je comment. Dan weet ik dat je genoemd zou willen worden. En deze week geef ik hem aan Stephanie Spanjaard. Wat een gave intro. Mijn nieuwe intro. Ik gebruik hem nu een paar weken, maar ik heb daar veel lieve reacties over gehad. Wat een gave intro. Ik kijk elke vrijdag weer uit naar een nieuwe aflevering. Echt geweldig. Vaak in de avond, als de kids op bed liggen, zet ik vaak de moordkast aan. Heerlijk is dat. Ga vooral zo door. Toppers. Dankjewel, Stephanie, voor je lieve berichtje. Ja, jongens, het verhaal over Samantha Wolford. Zoals ik al zei, zet je schrap, want we gaan beginnen. Het is tijd voor wat mascara en mysterie. We gaan heel snel beginnen met het verhaal. Samantha Wolford wordt geboren op 28 augustus 1989 en ze was de oudste van 3 kinderen. Ze heeft nog een jonger zusje genaamd Natasha en een broertje genaamd Daryl. En het hele verhaal speelt zich af in Mount Pleasant in Texas, dus Amerika. Samantha wordt door veel mensen gemogen. Ze was altijd aanwezig, extreem spraakzaam, ook best wel een zelfverzekerd meisje. En als tiener uit ze zichzelf door zich wat alternatiever te kleden. En dit zie je ook terug in haar make-up keuzes, piercings in het gezicht. Op haar jonge leeftijd
komt al naar voren dat ze best wel een zorgzame kant heeft. In eerste instantie is haar droom om dierenarts te worden. Maar het is uiteindelijk toch niks voor haar, omdat ze nooit een dier zou kunnen laten inslapen. Wat ik ook best wel goed begrijp. Ik zou dat ook nooit kunnen. En een andere droom van haar is om later moeder te worden. En dit moederen, dat was al best wel zichtbaar bij, bij haar broertje en haar jongere zusje. Ja, daar moederde ze al best wel veel over. Als ze 18 jaar oud is, raakt Samantha zwanger van een vriendje die ze kent van high school. Er is ook al iets van 2 jaar mee samen, dus ze raakt zwanger. Wat natuurlijk best wel een shock is voor ze, maar wel gewenst. Het was Samantha's droom om moeder te worden. En ze wordt niet moeder van 1 kind, nee. Ze krijgt meteen een tweeling. Samantha krijgt dus 2 kindjes tegelijk. Nou, dat is natuurlijk nogal wat als tienermoeder. De relatie met dit vriendje, dat komt tot een eind. Het was niet haar droomvent. Het is niet iemand waar ze een toekomst mee ziet. Dus vlak na de geboorte van de tweeling besluit ze een punt te zetten achter die relatie. Het is niet makkelijk voor haar om rond te komen als alleenstaande moeder. Zeker met een tweeling. Dat is natuurlijk vrij pittig. Samantha heeft op dat moment wat dingen lopen waar ze geld mee verdient. Zo maakt ze foto's van pasgeboren baby's. En is ze een verkoopster bij Mary Kay. Nou, als je niet weet wat dat is, ik heb daar een keertje iets over gezien op YouTube. Maar Mary Kay is een make-up merk. En als ondernemer kun je daarin investeren en die producten verkopen. En het is een beetje een scam, dacht ik. Dus niet per se de beste manier om aan je geld te komen. Maar goed, daar hield Samantha zich mee bezig. Ik heb ergens in een van haar YouTube-video's gezien dat ze beweert 3 baantjes te hebben. En ondertussen nog een studie doet en daarnaast zorgt voor de tweeling. Ik weet niet in hoeverre dit overdreven is. Samantha hield namelijk wel een beetje van overdrijven. Dus ik weet niet wat er van waar is. Maar als dat waar is, chapeau. Heel knap. Ze ontmoet in 2008 een jongen via Facebook genaamd Ernie Ibarra. Hij is 4 jaar ouder dan Samantha is. En hij is geboren op eerste kerstdag, dus op 25 december 1985, in Mount Pleasant in Texas. En Ernie is als kind echt een boekenwurm. Hij wordt echt opgeslokt door die boeken. Zijn moeder heeft zelfs op een gegeven moment wat boeken weg moeten halen, omdat hij zelfs aan het lezen was midden in de nacht. Zij kreeg een soort boekarrest. Boekarrest. Prachtige plek om op vakantie te gaan. Maar ja, boekarrest. Hij had een soort boekarrest. Hij mocht geen boeken meer omdat hij anders overdag niet lekker presteerde op school, omdat hij dan zo slaperig was. Trouwens, Ernie was echt als kind al super intelligent. Hij deed het heel erg goed op school. Eigenlijk met 2 vingers in zijn neus. Dus ondanks dat hij misschien overdag wat slaperig was, die jongens haalden cijfers niet normaal. Als hij ouder wordt, verdiept hij zich steeds meer in computers. Hij was gek op videogames, maar hij wist ook precies hoe zo'n ding in elkaar zat. Wat er voor nodig was om bijvoorbeeld een pc sneller te maken. Hij kon een pc helemaal uit elkaar halen, in elkaar zetten en dan werkte die beter dan ooit. Hij was daar echt ontzettend goed in. Hij haalde na schooltijd ook nog wat certificaten in de richting van techniek. Ja, hij had echt skills. En hij kreeg ook nog best wel een flink baantje bij een honkbalknuppelproductiebedrijf. Een honkbalknuppelproductiebedrijf. Hij kreeg een flinke baan. Hij werkte achter de machine, een lasermachine. En die werd met een computer aangestuurd. Daarvoor moest je echt een programmeur zijn. Dus het was niet zomaar een baantje, maar Ernie deed dat dus geweldig. Familie was super trots op hem. Hij was goed bezig met zijn toekomst en de manier waarop hij zijn talenten ontwikkelde. Hij had ook echt een heel lief, zacht karakter. Het was een hele lieve jongen en hij wordt omschreven als een ontzettend zorgzaam, onbaatzuchtig persoon. Als hij van je hield of je stond dichtbij hem, dan ging hij echt voor je door het vuur. Hij zou alles voor je doen. Samantha en Ernie raken dus online via Facebook aan de praat. En ze besluiten elkaar te ontmoeten in een tattoo shop. En ze hadden best wel veel wederzijdse interesses. Bijvoorbeeld tattoos en piercings. Ze hielden er allebei van om zich alternatief te kleden. Samantha had zwart haar, droeg donkere make-up. Had dus die piercings in haar gezicht, droeg ook allerlei tattoos. Ernie had weer op zijn beurt lang haar, droeg heel vaak een lange zwarte trenchcoat, zwarte laarzen, zwarte wijde broeken. Je kent het steltje wel. Hij had iets mysterieus over zich en dat trok Samantha weer echt ontzettend aan. Hij was weer best wel een introvert, daar waar Samantha echt
extravert was en heel aanwezig was. Op dit gebied vullen ze elkaar dus perfect aan. En ze krijgen een relatie met elkaar. Gaat best wel de serieuze kant op, want Samantha mag op een bepaald moment zelfs bij Ernie thuis komen inwonen. Met haar twee kindjes. Dus nou ja, dat is best wel serieus. In deze periode start Samantha een YouTube-kanaal. Deze staat trouwens nog steeds online. Moet ik even spieken hoe het precies heet. Maar je kunt haar vinden onder de naam SimplyManic6075. Ik heb best wel een hoop van haar video's bekeken en bijna elke video bevat een rode vlag. Het is niet normaal. Maar goed, je kunt zelf een kijkje nemen. Ik heb niet alles bekeken, want heel eerlijk, dat trok ik gewoon niet. Het is niet per se dat ik dacht van, goh, nou wat een fijne persoonlijkheid om hier naar te kijken. Persoonlijk, wat ze nou wel of niet heeft gedaan in het verhaal maakt niet uit. Ik vond het geen fijn mens om naar te kijken. En deze meid deelt veel. Heel veel. Ook op persoonlijk vlak. Zo zat ik een video van haar te kijken en dan had ze het over de trouwdag van haar nichtje. En wat voor zak de man was waar ze mee trouwde. Want die man had gezegd van ja, misschien zijn we toch wel te snel gegaan met dat trouwen. Ik snap niet waarom je dat over je eigen familie zou willen delen. Maar Samantha deed dat. Ze had geen filter. Zij deelde alle ins en outs van haar leventje. Zo heeft ze ook een video over vampieren. Dat ze echt gek is op vampieren en een crush heeft op Damon Salvatore uit de Vampire Diaries. Same! Guilty! Ja, ik vond ook een andere video van haar met de titel Best Day Ever. En dan legt ze uit dat het ontmoeten van Ernie echt de beste dag van haar leven was. My best day of my life, to this point, is, wow, I've changed the lighting somehow. That's weird. That's actually kind of cool. Alright, anyway, so the best day to this point was I met my best friend on Facebook. And I started talking to him on Facebook and laughing and joking and all of that good stuff. Ook de twee kindjes komen regelmatig in beeld. Ze hield ervan om gezien te worden. Het was ook echt wel haar droom om bekend te worden met dit YouTube-kanaal. Maar heel eerlijk, als je de video's kijkt, snap je waarom daar niet echt schot in zat. Video's zijn niet echt van hoge kwaliteit. Er wordt niet in geknipt. Ze zijn heel blurry en heel blokkerig, pixelachtig. Het is niet de meest sexy kwaliteit. Absoluut niet. Ze zet gewoon een camera aan. Ze praat ook eigenlijk altijd langs de camera. Het is nooit dat ze lekker in beeld kijkt ook of zo. Ze begint over iets. Het is vaak een onsamenhangend verhaal. Er valt niet echt een touw aan vast te knopen. Ze maakt ook wel eens make-up reviews. Maar ze zegt gewoon, ja, ik vind het goed of slecht. Verder legt ze niet uit waarom ze iets goed of slecht vindt. Nee, het is gewoon, ik vind het helemaal niks. Punt. En dan eindigt de video. Je zou kunnen zeggen dat er wel wat te verbeteren valt. Maar het was in ieder geval haar grote droom om een YouTube-ster te worden. Ook al is dat niet echt aan haar kwaliteit van de video's te merken. Maar goed, dat is een ander verhaal. Deze meid maakt mij oprecht een beetje zuur. Merken jullie dat? Ik kan gewoon niet aardig zijn. Ik heb gewoon heel, heel naar gevoel bij deze dame. Ik kan er niks aan doen. Dus ja, excuse me. Maar ik vind haar content verschrikkelijk slecht. In ieder geval, Samantha is veel bezig met social media. En dat wordt echt onderdeel van haar leven. Ernie was hier wel wat minder van. Zoals ik al zei, zij was de extravert. Ernie de introvert. En die had zoiets van, joh, moet dit allemaal online? Het is ons leven en de kinderen die je online zet. Moet dat nou per se? Op het begin was het nog wel oké, maar tijdens hun relatie, gaandeweg, stond er steeds meer discussie over. Hij wilde gewoon niet dat zijn hele leven en zijn hele gezinssituatie open en bloot op het internet werd besproken. En het was gewoon niet zo chic. In 2011 raakte Samantha opnieuw zwanger. Dit keer natuurlijk van Ernie. En surprise, surprise, is weer zwanger van een tweeling. Ik denk dat sommige mensen dat gewoon echt daadwerkelijk in zich hebben. Of dat dat genetisch bepaald is. Dat je daar een bepaald soort aanleg voor kan hebben. Volgens mij bestaat dat. Maar goed, weer een tweeling. Groot feest, maar wel hectisch. Want ze hebben binnenkort niet twee kinderen, maar ze hebben er gelijk vier. Dat is wel een tikkeltje heftig. Maar goed, de twee zijn door het dolle heen. En kindjes zijn meer dan welkom. Uiteraard wordt het hele proces, de zwangerschap, als wordt gefilmd en op YouTube gezet. Zij is op dit punt 22, hij 26. En zij is echt
een huismoeder, dus zij zorgt voor de kinderen, voor het huishouden. En Ernie die is veel aan het werk. Hij heeft zelfs 2 baantjes op dit punt. Hij werkt nog steeds bij dat honkbalknuppelproductiebedrijf. Maar daarnaast heeft hij ook nog een parttime baantje bij een filiaal van Little Caesars. En dat is een Amerikaanse pizzaketen. Dus dat doet hij er ook nog bij. 2 baantjes. Dus die jongen wordt helemaal opgeslokt door het werk. Hij moet ook wel. Hij heeft natuurlijk 4 kinderen thuis zitten. Groot gezin. Daar moet voor gezorgd worden. Dus Ernie heeft 2 baantjes. En Samantha hoopt ooit natuurlijk door te breken met die fantastische YouTube content van haar. Ze hoopt gewoon met een doorbraak een zakcentje bij te verdienen. Zodat het allemaal wat makkelijker wordt thuis. Dus veel van haar tijd zit in die social media. Maar ze is zo gericht op het maken van nieuwe content. Dat ze eigenlijk vergeet dat ze ook nog het huishouden moet doen. Dus het is er vaak een bende. En voor haar kinderen, nou ja, wordt ook niet altijd helemaal goed voor gezorgd. Wat zij gewoon heel vaak deed, zij zag gewoon overal content in. Dus al was zij bezig met de kinderen, dacht ze, oh, even de camera pakken. Want dit is leuk voor YouTube. En ja, alles zag ze door de YouTube-bril. En dit tot grote ergernis van Ernie, want die komt thuis. Het huis is een bende, niks is op orde. En dat is juist wel een beetje wat het gezin nodig heeft. Je hebt 4 kinderen thuis. En zij is alleen maar bezig met social media, views. Het is haar droom. Dus daar wordt ze helemaal door opgeslokt. En de rest, eigenlijk haar ja, belangrijkste taken, die vergeet ze. Ja, dit huishouden werd gewoon een beetje verwaarloosd. En ja, Ernie begint zich daar echt flink aan te ergeren. Ook die kinderen die de hele tijd in die video's moeten. Ja, dat staat hem gewoon echt tegen. Begint hij steeds minder leuk te vinden. En groot gelijk. Not gonna light a cigarette? Oh yeah, I forgot about it. Because you got that iPad in your hands. Oh, where? At least you're paying attention. Yes. It's just a tap. I can block it. Okay. Samantha leek ook echt in een soort waan te leven. Want ze geloofde ook daadwerkelijk dat ze volgens mij heel succes was met haar content. Maar er keek eigenlijk helemaal geen drol naar. Zij had het echt over haar fans. Had het gevoel dat mensen zaten te wachten op haar video's. Ze leek er ook echt wel zelf in te geloven. Ze doet zichzelf vooral veel populairder voor dan dat ze daadwerkelijk is. Samantha had op dit punt 100 subs of minder zelfs. En per video ook minder dan 100 views. Dus kun je nog niet echt spreken van fans. Op een gegeven moment is de maat echt vol voor Ernie. Ze had een video over hem gemaakt. Dat hij geen goed mens is. Dat hij niet goed zorgt voor de kinderen. En dat ze blijkbaar maar bleef vallen voor losers. Zoals ze dat zegt. Terwijl de jongen was een heel goed hart. Ja, zij besloot alles gewoon lekker op YouTube te pleuren. Zelfs als de 2 dus ruzie hadden. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet netjes. Daarbij zette ze ook nog een video online van haar kindje. En terwijl Samantha aan het rijden was, was haar kindje aan het dansen zo een beetje op de stoel. Dat vond ze hartstikke leuk voor YouTube, dus zij pakt haar telefoon erbij om dit te gaan filmen terwijl ze aan het rijden is. Wat natuurlijk behoorlijk onverantwoord is. Zeker met een kind naast je. Ernie was het gewoon zat. Die denkt, joh, neem het toch een keertje verantwoordelijkheid en anders vertrek ik. Ze zijn ook daadwerkelijk eventjes uit elkaar geweest, maar niet voor heel lang. Het koppel komt toch al vrij snel weer bij elkaar terug. Dus ze herstellen de relatie en in 2013 raakt Samantha weer in verwachting. Ze krijgen weer een kindje, nummertje 5. En dan maakt Samantha een video dat ze er eigenlijk helemaal niet op aan het wachten was. Ze was aan de pil, ze wilde niet nog een kind. Voor Ernie geldt precies hetzelfde, want die werkt zich gewoon een slag in de ronde. En nou ja, eigenlijk ja, hadden ze iets van, joh, dat hoefde niet, maar prima, laat maar komen. Maar ik zag een video hiervan. Op haar YouTube-kanaal. Deze meid rookt gewoon. Ze rookt. Terwijl ze zwanger is. Van haar 5e kindje. En ze zegt het ook doodleuk. Hè? Ze komt gewoon in beeld met de peuk. Yeah, I'm still smoking. Zo vreemd. En zij was op dit punt, even voor de duidelijkheid, 24. Hey guys, I know I'm like... totally... Oh, that's dark. Totally slacked off on my pregnancy vlog. Yeah, I'm still smoking. I know that's horrible, but... Ondanks de spanningen, ondanks al het gezeik dat deze twee met elkaar hebben, besluiten ze toch te gaan trouwen. En dat doen ze in 2014. Het is een vrij kleine ceremonie.
Het wordt best wel privé gehouden. Dit is trouwens ook weer zo'n apart verhaal. De manier waarop dit huwelijk tot stand is gekomen. Het idee om met elkaar te gaan trouwen. Het stel had best wel vaak ruzie. Niet alleen maar over het YouTube-kanaal van Samantha, maar ook over het gamegedrag van Ernie. Als hij van werk thuis kwam, zette hij direct zijn pc aan en was hij dag en nacht aan het gamen. Elk beetje vrije tijd wat hij had, spendeerde hij achter zijn computer. Op een gegeven moment had hij een avatar gemaakt en in een bepaalde videogame is hij gaan trouwen met een ander personage. Dus zijn avatar trouwde in de game met een andere chick. En dat vond Samantha niet zo leuk. Waarop Ernie had geantwoord, dan trouw ik toch met je in real life. Ben je dan tevreden? Nou, zodoende. Als ik ooit een huwelijk word gevraagd, dan wil ik wel dat het een iets romantischer tintje heeft. Nadat ze dus getrouwd zijn, lijkt het wel iets beter te gaan tussen de twee. Voor een tijdje. Op een gegeven moment beginnen de twee toch weer echt superveel ruzie te maken over van alles en nog wat. Over Ernie die te veel gamet. Over Samantha die zich te weinig op de kinderen en het huishouden focust. Nou, het gaat echt van kwaad tot erger. Samantha begint Ernie er op een gegeven moment zelfs van te beschuldigen dat hij haar zou mishandelen. Niet alleen haar, maar ook de kinderen. Dit is iets wat ze echt met heel veel mensen uit haar omgeving deelt. Dit keer niet op YouTube, maar dus wel richting de mensen om haar heen. Ze had constant verhalen over Ernie die haar dan zou hebben mishandeld. Op een gegeven moment was Ernie's zus op bezoek. En toen had Samantha blauwe plekken laten zien aan haar van hey, dit heeft jouw broer gedaan. Maar de familie van Ernie geloofde dit niet, want hij zou nog geen vlieg kwaad doen. En Ernie had wel toegegeven dat hij een keertje een kartonnen doos naar haar had gegooid. Maar mishandelingen, daar was totaal geen sprake van. Volgens hem. Ze heeft zelfs een keertje aangifte gedaan tegen hem voor mishandeling. Maar die aangifte die is niet van de grond gekomen. Er is wel een aantekening van gemaakt, maar dit kon nergens bewezen worden, dus kon niks mee worden gedaan. Dan is het de nacht van 20 februari 2015 en het is dus 's nachts iets over twee. De moeder van Samantha, Rosie Wolford, is die avond uit geweest met haar andere dochter, Natasha. Ze zijn net naar een karaokebar geweest en ze lopen daar net naar buiten. En dan gaat Rosie's telefoon, dus de moeder van Samantha, wordt gebeld. En zij ziet direct, hey, dit is mijn oudste dochter Samantha. Dus ze neemt de telefoon op. Ze hoort haar stem heel erg onduidelijk. Het klinkt een soort gedempt. Maar dan als ze Samantha iets beter kan verstaan, hoort ze dat ze echt onwijs in paniek is. Het is nog steeds wel lastig te verstaan. Samantha is overstuur en ze huilt heel hard. Maar ze hoort tussen neus en lippen door dat het over Ernie gaat. De man van Samantha. Er waren indringers het huis binnengedrongen. Ernie was in elkaar geslagen, meegenomen. En Samantha vertelt dat ze vastgebonden ligt in het huis. Dat er zo snel mogelijk iemand naartoe moet komen om haar te helpen. Maar Rosie en Natasha, dus de moeder en het zusje van Samantha, waren op dat punt wel ruim een uur bij haar vandaan. Dus ze konden eigenlijk niet zoveel doen. Ze hebben wel de alarmlijn, ze hebben 911 gebeld. Om natuurlijk te vertellen over de situatie. Maar dan belt de moeder van Samantha ook haar zus, dus de tante van Samantha, om daar een kijkje te gaan nemen, want die wonen wat dichterbij. Dat was slechts 10 minuten verderop. Dus binnen 10 minuten komt de tante en de oom van Samantha bij haar thuis. En zij treffen Samantha eerder aan dan de politie. Ze zijn eerder ter plaatse. Nou, ze ligt boven, haar handen en enkels zijn vastgebonden en er zit een prop in haar mond. Ja, ze ligt daar doodsbang, ze is echt zwaar in paniek. Tranen rollen over de wangen. Het is echt verschrikkelijk om je nichtje natuurlijk op die manier aan te treffen. Ze roept nog, mijn man is weg, mijn man is weg. Tante maakt haar los en gaat kijken bij de kinderen. Het valt haar direct op dat de kinderen slapen in één kamer. Ze liggen met z'n allen, dus alle vijf, liggen ze op één kamer. Terwijl normaal hebben ze hun eigen kamers en slapen ze door het hele huis. Dus dat was vrij ongebruikelijk. Ook opvallend is dat die kinderen gewoon heel vredig aan het slapen zijn. Ze zijn niet wakker geworden van de aanval, van de indringers. Ik bedoel, ze geeft aan dat haar man in elkaar geslagen is en is ontvoerd. Nou ja, dat zal vast niet geruisloos zijn geweest. Maar die kinderen die lagen daar echt heel diep te slapen. Samantha en haar tante lopen de trap af. Ze lopen naar beneden. Precies op dat moment is de politie ter plaatse, dus die komen het huis binnen. En de politie heeft één doel en dat is Ernie zien te vinden. Ik bedoel, die is net ontvoerd. Hij zal op dit moment nog in leven zijn, dus dit zijn de cruciale momenten.
politie moet in actie komen, want misschien kunnen ze deze jongen nog redden. De politie begint eerst daar, ter plekke in dat huis, vragen te stellen aan Samantha. Zij geeft een beschrijving van de mannen en ja, wat er precies gebeurd is die avond. Er zouden 3 of 4 mannen het huis zijn binnengedrongen. Haar man was meegenomen en ontvoerd, in elkaar geslagen en zij was boven achtergelaten, vastgebonden. Maar haar verhaal, ze wist het allemaal niet zo helder te omschrijven. Want waren het er nou 3 of 4 mannen? Ik bedoel, dat zijn toch wel dingen die je zou weten, toch? Maar ze wist het allemaal ineens niet meer zo goed. Ze beschrijft dat alle mannen Stanley-messen bij zich hadden en dat 1 iemand een pistool droeg. En hun gezichten waren bedekt met een masker, waarschijnlijk een bivakmuts. In ieder geval was elk stukje huid bedekt. Verder droegen ze baggy zwarte t-shirts, zwarte baggy broeken en grote zwarte schoenen. De mannen waren helemaal in het zwart gekleed. Maar als de politie het huis doorzoekt, ja, is het gewoon een vreemde situatie. Er is niks verdwenen. Als dit een overval of wat dan ook zou zijn geweest, dan zou er toch wel iets ontvreemd zijn of gestolen. Maar alles lag er nog. Wel zijn er genoeg tekenen die wijzen op een gevecht. De voordeur is ingetrapt. Die ligt echt in 5 stukken in de woonkamer. Hoe ze dat hebben gedaan, geen idee. Maar het is in ieder geval een deur wat gedeeltelijk bestaat uit glas. Misschien was het ook niet zo'n stevige deur. Maar in ieder geval, ik heb foto's gezien. En die deur ligt ook daadwerkelijk echt in een paar grote stukken daar op de grond. Boven vinden ze een deuk in de muur. En ze vinden op heel wat plekken bloedspatten. En ze vinden naast een deur een plukje haar. Dat is wel een behoorlijke pluk. Het is wel duidelijk dat hier iets verschrikkelijks is gebeurd. Dat is wel zeker. Samantha wordt dan naar het bureau gebracht voor een verhoor. En ze vertelt over haar dag. Het was eigenlijk een hele fijne, normale dag. Ze was in een goede stemming. En zij en Ernie waren die avond naar bed gegaan. En ze vertelt dat er plotseling iemand aan haar bed stond. En aan de dekens aan het trekken was. Samantha zou met veel geweld uit haar bed zijn getrokken. Ze werd tegen de grond gewerkt en met een mes werd ze bedreigd. Dus die werd op haar keel gezet door een van de aanvallers. Ondertussen wordt ook Ernie overmeesterd. Ook hij wordt uit bed gehaald, maar hem nemen ze naar beneden. Samantha wordt boven gehouden en zij hoort vooral beneden ja, heel veel geschreeuw. Dingen die ze niet verstaat. Heel veel gerommel en gebonk. Ze hoort dat het er wel hard aan toe gaat. Op een gegeven moment wordt Samantha mee naar beneden genomen. Ze wordt op haar knieën gedwongen te kijken naar hoe haar man mishandeld wordt. Hij wordt compleet in elkaar geslagen. Zij werd gedwongen dat te aanschouwen. Op een gegeven moment had een van de mannen hem bij zijn haarbeet gepakt en had de ander ja, met zo'n Stanley-mes het haar afgesneden. En vandaar dus ook die grote pluk haar die ze vonden op de grond. Een van die mannen had tegen Samantha gezegd: dit mag je hebben als herinnering aan je man. Ze hadden daarna Samantha weer naar boven gebracht, daar vastgebonden. En de indringers namen Ernie mee in hun eigen auto. Dus de auto van Samantha en Ernie. Dus die werd ook nog meegejat en zij werd daar achtergelaten. De politie vraagt zich af: hoe heeft Samantha dat telefoontje kunnen plegen naar haar moeder? Want ja, toen ze werd gevonden, zat ze echt met haar polsen zo vastgebonden en aan haar enkels. Dus ja, een telefoon besturen, dat was nou niet per se de makkelijkste taak. Ja, hoe kan ze in godsnaam een telefoon hebben gebruikt? Maar Samantha legt uit dat ze dit heeft gedaan met haar neus. Met haar neus. Ze heeft de toetjes in kunnen drukken met het puntje van haar neus. En dan omschrijft ze dat ze zich nou ja, een beetje daar naartoe kon wurmen en dat ze dat op die manier dus voor elkaar heeft kunnen krijgen. Misschien als je Pinocchio heet, lukt je dat op die manier, maar hij loog ook heel graag. Vreemd verhaal, toch? Wie kon dit geweest zijn? Samantha geeft aan dat ze de mannen, de indringers, niet kende. Of niet herkende in ieder geval. Maar ze beschrijft iemand die ze hoorde met een, ja, een licht Spaanse uitspraak. En iemand met een Afro-Amerikaanse uitspraak. Zo zou het moeten hebben geklonken. Maar dat was ook echt alles wat ze van deze gasten wist. Dan geeft ze aan bij de politie dat deze overval wel te maken zou kunnen hebben met Ernie's vader. Dat zou wellicht een motief kunnen zijn geweest. Want Ernie's vader hield zich bezig ja, met wat zaakjes die het daglicht niet zouden kunnen verdragen. En die had verkeerde vrienden en noem het maar op, dus Samantha moest toch wel meteen aan de pa van Ernie denken. Ja, die zou zich toch in een bepaald milieu bewegen.
Die had criminele vrienden. En hij was dan niet met heel frisse dingen bezig, beweerde ze. Tijdens de overval zou een van deze mannen ook daar een opmerking over hebben gemaakt. Dat ze ook nog wel eens eventjes langs zijn vader zouden gaan. Dus ja, 1 en 1 is 2. Dit zal vast met zijn vader te maken hebben. De politie heeft natuurlijk geen tijd te verliezen. Die ontvoering, ja, die heeft pas net plaatsgevonden. Dus ze racen echt naar dat huis van die vader om te kijken of hij oké is. Maar hij is niet thuis. Er is sowieso echt niemand daar in dat huis. Ze kijken dan nog wel eventjes rond het huis, maar er zijn geen braaksporen te vinden. Ligt er allemaal kalmpjes bij. En als de politie in het dossier van Ernie's vader kijken, vinden ze ook niet echt iets opvallends. De vader van Ernie is wel een bekende van de politie, maar dat is al echt best wel een hele tijd geleden. Daardoor leek het ze onwaarschijnlijk dat de vader van Ernie iets met die ontvoering te maken had. De politie begint wel langzamerhand aan te voelen dat hier iets niet in de haak is en dat er dingen niet kloppen. De politie zet alles op alles om Ernie te vinden. En tijdens het gesprek, tijdens het verhoor, was al boven water gekomen dat de overvallers de telefoon van Ernie hadden afgepakt. Dus de politie dacht, die staat misschien nog aan. Kunnen we die uitlezen? Kunnen ze kijken met welke zendmast de telefoon voor het laatst verbinding heeft gemaakt? Nou, dat doen ze. En de telefoon wordt uitgelezen in Pittsburgh. En dit is een plek 20 minuten van het huis van Ernie en Samantha vandaan. De politie gaat er natuurlijk direct op af in de hoop hem te vinden. Maar ja, het is natuurlijk een zendmast die aangeeft dat die telefoon daar verbinding mee heeft gemaakt. Dat is nog best wel een grote straal. En dan wordt de telefoon van Ernie uitgeschakeld en kunnen ze dus geen nieuwe locatie meer achterhalen. Ja, Samantha wordt natuurlijk over alles ondervraagd, ook over hun relatie. Dan vertelt ze hoe perfect hun relatie was, wat voor mooi persoon Ernie was. Ze schetst echt een prachtig beeld van hun perfecte huwelijk. Maar ja, de politie heeft ook de aangifte van Samantha in het bestand gezien, die ze een tijdje daarvoor had gedaan, tegen Ernie, van die mishandelingen. Maar daar spreekt ze geen woord over. Dus het is alleen maar mooi, alleen maar leuk. En hun relatie heeft geen slechte kant. Maar de politie weet wel beter. Dus er gaan steeds meer alarmbellen af. De volgende ochtend, het is dan 21 februari. Dus er is inmiddels een hele dag en nacht weer verstreken. Komt Samantha ineens met een heel ander verhaal. Ze vertelt dat ze voor de ontvoering bij een vriendinnetje langs was gegaan in het ziekenhuis die een keizersnede had gekregen. Dus ze was op kraambezoek geweest. En de vriend van deze vriendin, dat was ene Johnny. Die was dus ook in dat ziekenhuis aanwezig. En zoals Samantha vaak deed, was ze open over haar thuissituatie en over haar man die haar mishandelde. En die Johnny, die dus daarbij zat bij dat gesprek, die had zoiets van, hé, maar daar wil ik wel eens een stokje voor steken. Die man van jou, hè, die moet lekker met zijn tengels van je afblijven. Ik weet daar wel raad mee als je dat wil. En hij heeft haar toen aangeboden haar te helpen met haar probleem. Zij kent hem alleen als Johnny Rebel. Heeft verder geen idee wat zijn echte naam is. En zij had dus, nou, het is een heel gek verhaal, maar tijdens dat ziekenhuisbezoek had ze aangeboden om haar auto uit te lenen, zodat Johnny de volgende dag zijn vriendin naar huis kon rijden. Want die had natuurlijk net een keizersnede gehad. Dus zij hadden ook nog haar auto. Samantha zegt tegen die politie, wat nou als zij het hebben gedaan? De politie vraagt zich af, waarom kom je hier nu pas mee? Samantha geeft aan dat ze heel erg bang was om in de problemen te komen. En dat deze mensen dan wellicht op haar gemunt hadden. Dus uit angst had ze haar mond gehouden, maar wellicht waren dit de mensen die ze zochten. Precies op dat moment, tijdens dat verhoor, krijgt ze een berichtje dat ze nu in het ziekenhuis zijn. Dus Samantha geeft dit aan bij de politie en de politie gaat direct erop af. Ze zijn er trouwens achtergekomen dat het gaat om Johnny Sanford. Het is ook een bekende van de politie. Hij had recentelijk nog voor iets vastgezeten. Hij had volgens mij zijn neef mishandeld, zoiets. Best wel heftig natuurlijk, maar hij was dus net vrijgekomen. Hij was 25 jaar, dus ze waren op zoek naar deze Johnny Sanford. Dus ze gaan met een bloedgang naar het ziekenhuis in de hoop hem te kunnen pakken. Dus een politieagent loopt dat gebouw in via de hoofdingang en er komen twee mannen hem tegemoet lopen. In tegengestelde richting, dus die mannen lopen het gebouw uit. Een van die mannen heeft precies de kenmerkingen van Johnny Sanford. Dus die politieagent draait zich om en roept Sanford. En wat gebeurt er vervolgens? Deze twee mannen slaan beide op de vlucht.
Ze rennen allebei een andere kant op. Dit is denk ik wel de bevestiging dat het hier om de juiste Sanford gaat. Het was een vluchtpoging met niet al te veel succes. De twee worden opgepakt. Het gaat hier inderdaad om de 25-jarige Johnny Sanford en de 26-jarige José Pons. José was trouwens zijn zwager, dus die was weer samen met zijn zusje. Johnny was trouwens zijn bijnaam. Officieel heette hij Jonathan Sanford. Nou, Jonathan wordt meteen ondervraagd op het politiebureau en hij werkt vanaf het eerste moment compleet mee. En hij komt ook met dat verhaal dat hij Samantha had ontmoet in het ziekenhuis toen ze op kraamvisite kwam. Tijdens dat kraambezoek waren er nog meer mensen aanwezig, waaronder José Pons en ook nog Octavius Rhymes. Dus er waren nog twee andere mannen bij. Samantha had Jonathan verteld over die mishandelingen en Jonathan had meteen zoiets van, goh, daar moet ik een stokje voor steken. En toen kwamen José en Octavius er ook bij staan met, hey, wat horen wij nou? Moeten we iemand klappen geven of wat is hier gaande? Jonathan gaf aan bij de politie dat hij er echt niet tegen kon dat iemand met zijn klauwen aan vrouwen zat en dat dat hem echt heel kwaad maakt. En dat hij daadwerkelijk iets voor haar wilde betekenen. José en Octavius, die betrokken raakten bij dit gesprek, die waren het ermee eens. Ze bieden Samantha dus met z'n drieën aan haar te helpen om van Ernie af te komen. En ze komen met het plan om verdovende middelen, verboden middelen dus, in de auto van Ernie te leggen en een anonieme tip te geven aan de politie, zodat Ernie werd opgepakt en in de bak zou draaien. Samantha had hiermee ingestemd. Zij vond het een topplan. De man van haar kinderen moest de gevangenis in. Geweldig plan, vond ze het. Niet lang daarna spraken Samantha en Jonathan af, met José en Octavius erbij. En ze waren niet de enigen die aanwezig waren, want Samantha had alle vijf haar kinderen meegebracht. En ja, het plan zou worden uitgevoerd. Ze zouden verdovende middelen in zijn auto leggen, maar ja, ze moesten eerst nog aan die middelen komen. Dus hadden ze afgesproken met een dealer. Samantha was erbij, met haar vijf kinderen. Hoe haal je het in je hoofd, of hoe kom je zo ver dat je je man überhaupt wil laten opdraaien voor zoiets? Dat je dat in scène gaat zetten, maar dat je dan ook nog je vijf kleine kinderen mee gaat nemen naar zo'n onveilige plek, vind ik onbegrijpelijk. Maar goed, ze hebben die middelen gekocht, het plan staat nog steeds, totdat ze gaan dineren. Enchiladas. De vijf kinderen, de drie mannen en Samantha gaan enchiladas eten. En daar komt er een heel ander soort gesprek op gang. José kwam met het plan van, joh, ja weet je, als je de bak indraait, dan kom je natuurlijk ook ooit uit. Dan ben je nog steeds niet van die man af. Is het niet beter als we Ernie ontvoeren en vermoorden? En Samantha dacht, kan dat ook? Oké. Ik had er helemaal niet over nagedacht, maar nu je het zegt. En er wordt tijdens het eten van die enchiladas wordt er een moordplan beraamd. Waar haar vijf kinderen bij zitten. Die kinderen zitten daar dus gewoon bij. In de ruimte, in diezelfde ruimte, wordt de moord op hun vader beraamd. Super sick. Maar goed, dezezelfde vijf kinderen, dat was nog een obstakel. Want Jonathan had zoiets van, ja hallo, die kinderen waren niet zo heel klein meer. Volgens mij was haar oudste tweeling nu een jaar of 5, 6. Dus ja, die konden lopen. Die waren zelfstandig. Stel je voor dat die kinderen nou uit bed zouden klimmen of wat dan ook. En door de herrie zouden ze wakker worden en ze zouden de hele boel zien. We moeten ervoor zorgen dat zij geen getuigen zijn van deze hele toestand en alles wat we gaan aanrichten. Waarop Samantha zou hebben geantwoord, geen zorgen. Ik geef ze iets, die worden niet wakker hoor. Je kunt kabaal maken wat je wil, maar die slapen wel. Daar zorg ik wel voor. Verder had ze hem verteld dat ze een supergoeie actrice was. Dus dat zij wel wist hoe ze de politie om de tuin moest leiden. Dat ze de wet goed kende, et cetera, et cetera. Dan wordt er nog een laatste vraag gesteld aan Samantha van, weet je het zeker? Wil jij dat we je man uit de weg ruimen? Dan hoef je maar één ding te doen. En dat is je deur niet op slot doen vannacht. En drie keer raden wat Samantha precies die nacht is vergeten. Haar deur op slot doen. Nou, dus die moord is beraamd. Het staat vast, dat plan zal worden uitgevoerd. En de kinderen en Samantha worden naar huis gebracht. Maar ze maken nog eventjes een stopje bij de Walmart. Samantha moest nog wat eten kopen. Maar goed, camera's hebben dat natuurlijk vastgelegd. En er zijn beelden van. Ik heb niet veel kunnen vinden, maar ik heb wel een foto kunnen vinden dat je die vijf kinderen ziet. Met de mannen eromheen
hier kom je niet echt meer mee weg, denk ik, Sammy. Dat is echt een verloren zaak, denk ik. Maar goed. En diezelfde avond dringen die mannen het huis binnen in die nacht van 20 februari. Ze trekken Ernie uit bed. Samantha is met rust gelaten. Daar hebben ze niks mee gedaan. En ze namen Ernie dus mee in hun eigen auto, in de auto van Ernie en Samantha. En ze reden naar een zeer afgelegen plek daar in de buurt van Pittsburgh. Ze hadden afgesproken dat Jonathan Ernie zou neerschieten met het pistool, met het wapen. Maar hij had zich toch bedacht. Hij was van plan zijn keel door te snijden. Dit is zijn verhaal richting de politie. Dus hij is ook wel echt heel erg eerlijk dat dat zijn plan was. Maar ze komen daar aan. Ze lopen het beboste gebied in. En Ernie struikelt over wat bosjes. Waarop José Pons ineens de trekker overhaalt. En Ernie door de achterkant van het hoofd schiet. Dit was totaal niet het plan. Niet volgens afspraak. Maar ineens schiet José Ernie uit het niks dood. Het was natuurlijk wel het plan, maar in ieder geval Jonathan zou het doen. Jonathan geeft ook aan bij de politie dat hij het graag had willen doen, maar dat het al te laat was. Voor hij het wist had José al het schot gelost. Het is toch een gek verhaal. Want hij zegt, ja, ik had het wel willen doen, maar iemand was me voor. Alsof je het over de rij van de supermarkt hebt waar je in staat. Het is echt onbegrijpelijk dat ze het hier gewoon wel hebben over een mensenleven. José Pons werd ook gearresteerd natuurlijk en ondervraagd. En hij wijst de vinger weer terug naar Jonathan, die zegt hij heeft de trekker overgehaald. Inmiddels wijzen ze met de vinger naar elkaar. Dus Jonathan zegt dat José het heeft gedaan. José zegt dat Jonathan het heeft gedaan. Maar de politie vindt de verklaring van Jonathan over het algeheel het meest geloofwaardig. Hij is ook degene die de politie uiteindelijk leidt naar het lichaam van Ernie. Die wordt gevonden dankzij de hulp van Jonathan. Ja, hij was overal zo ontzettend eerlijk over. Ook over het feit dat hij eigenlijk die moord wilde plegen. Hoe casual en cru het ook klinkt. Ze vonden hem gewoon het meest geloofwaardig in zijn verhaal. Nou, Samantha en Octavius Rhymes worden ook beide gearresteerd. Octavius Rhymes geeft aan tijdens de verhoren dat hij geen idee had dat er een moordplan was beraamd. Hij had er helemaal niks mee te maken. Ze zouden hem alleen ontvoeren, in elkaar slaan en that's it. Maar moord, ja, hij was helemaal in shock. Hij had het niet zien aankomen. Dus hij pleit onschuldig en hetzelfde geldt voor Samantha. Ja, dat is toch ongeloofwaardig. Jongens, we hebben die beelden in de Walmart. Samantha pleit niet alleen onschuldig te zijn. Ze geeft ook nog eens aan dat ze Jonathan helemaal niet zo goed kent. Ze heeft hem één keer gezien in dat ziekenhuis. En ze had geen idee dat hij het meende, dat hij haar van haar man af wilde helpen. Maar dat ging allemaal buiten haar zicht. Dit plan was beraamd achter haar rug om. Ze had geen idee. Ze is gewoon gezien op die camerabeelden in de Walmart met haar kindjes. En er is nog wel meer bewijs dat ze wel meer contact had met Jonathan dat ze beweert. Bij het natrekken van haar telefoongegevens hadden ze ook tekstberichten gevonden, sms'jes, naar een van de mannen. En deze is wel heel schrijnend, want jullie weten nog dat de politie op een gegeven moment op zoek ging naar Ernie via zijn telefoongegevens. Dat ze deze zouden uitlezen. En daar was Samantha van op de hoogte. En tijdens het verhoor had ze gevraagd of ze even haar moeder kon bellen. Nou, ze heeft haar moeder niet gebeld. Ze heeft een van die jongens ge-sms'd dat ze zo snel mogelijk Ernie's telefoon moesten uitzetten en moesten weggooien. Want de politie was ermee bezig die telefoon uit te lezen. Zij had gezegd, get rid of the damn phone, zoiets. Van, je moet van Ernie's telefoon af, want ze zitten jullie op de hielen. Op dit punt was Ernie nog niet doodgeschoten. Stel je nou voor dat Samantha ervoor had gekozen om zich toch terug te trekken. Had ze ook kunnen sturen, joh, niet doen. Weet je wel, alsjeblieft laat hem toch maar leven. Dat heeft ze niet gedaan. Ze had op dat punt haar man nog kunnen redden. Maar ze koos voor het tegenovergestelde. Jonathan Sanford en José Pons pleiten schuldig. Ze maken een soort deal. En Jonathan zou ook gaan getuigen tegenover Samantha dat ze net zo schuldig is als dat zij zijn. En ze krijgen 50 jaar voor zowel de ontvoering als de moord. Dus in totaal 100 jaar bij elkaar. Samantha en Octavius pleiten dus onschuldig. En voor hen zal er dus een hele rechtszaak worden opgezet met een jury. De jury komt tot een oordeel voor Octavius. Hij wordt schuldig bevonden aan zowel de moord als de kidnapping en krijgt uiteindelijk 75 jaar opgelegd.
En Samantha, precies hetzelfde verhaal. En zij is het meesterbrein hierachter. En zij krijgt in totaal een straf opgelegd van 99 jaar in totaal. Zij zal nooit meer levend de gevangenis verlaten. En dat is maar goed ook. Dat zijn nog geen straffen. Holy shit. Ik denk dat het maar goed is dat deze mensen nooit meer die gevangenis zullen verlaten. En ik zat een documentaire te kijken. Het heet Snapped. Het staat op Hey You. En daarin geeft de moeder van Samantha aan dat ze haar dochter gelooft. En gelooft in haar onschuld. En ik snap dat het heel heftig is, hè, als ouder, als je kind zoiets gedaan heeft. Maar ik vond dat zoiets geks. Er is genoeg bewijs. En het is bewezen dat deze vrouw hartstikke schuldig is. En hoe onbegrijpelijk is het dat je dit als moeder, je vijf kindjes kunt aandoen. Het wegnemen van hun vader. En uiteindelijk ook zijzelf. Moet het ook verschrikkelijk voor ze geweest zijn. Zij raken niet alleen hun vader kwijt, maar tegelijkertijd ook hun moeder. Dan het motief, hè. Hoe kom je erbij? Hoe kom je op zoiets? En ik denk dat dit meisje altijd uit is geweest op een bepaald soort aandacht. Of het nou positief of negatief was, maakt er voor Samantha niet uit. Dat is te zien in haar YouTube-video's. Haar verhaal over de mishandelingen waar ze heel veel aandacht mee trok. Dat liep totaal uit de hand. En dat zij gewoon onder de neus van haar eigen kinderen de moord op hun vader heeft beraamd. Ik kan daar echt met mijn hoofd niet bij. Het is, dat het breekt gewoon je hart. Verder, ik google natuurlijk nog wel eens wat. En toen vond ik een website genaamd Jailbabes. En daar heeft Samantha Walford een profiel op staan. Jailbabes is bedoeld voor vrouwen die vastzitten in een gevangenis. En zodat ze op die manier in contact kunnen komen met mannen, dates, weet ik veel. Of misschien chats, brieven, ik weet het niet. Maar ze heeft daar dus een profiel op staan. En ze beschrijft zichzelf als een mormoon. Ze is een cafeïneverslaafde. En ze geniet volop van het leven. Ze houdt ervan om nieuwe mensen te ontmoeten. Ze zal nooit over je oordelen. Ze heeft een passie voor anime, manga, cosplay, literatuur, gaming. Ze houdt van bijna ieder dier. Ze is een kattenmens, een beetje een nerd, maar ze is leuk. Heel leuk mens, echt. Ze probeert Spaans te leren en ze is bezig met gebarentaal. Dus dat probeert ze zichzelf aan te leren in de gevangenis. Het leukste wat je haar als cadeau zou kunnen geven is een boek. Ze houdt ervan om te lezen. I work hard so I can play harder. Write me so we can play together. You won't be disappointed. Ik moet een beetje barf hiervan. Oh, ik vind het mens helemaal niks. Toen ik dat filmpje zag dat ze aan het roken was terwijl ze hoogzwanger was, dacht ik al helemaal van goh, ik kan het niet meer aanzien. Ik vind het gewoon een verschrikkelijk mens. En nu jullie weten wat ze gedaan heeft, begrijpen jullie me misschien wel een beetje. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van deze zaak. Laat het me natuurlijk vooral eventjes weten hieronder in de comments. Mocht je ideeën hebben voor zaken die je zou willen horen van mij, laat het me dan ook eventjes weten. Mocht je meer willen weten over deze zaak, kun je ook onze podcast beluisteren, Moordkast. De aflevering over deze zaak is tegelijkertijd verschenen. 4 uur 's middags staat deze altijd tegelijkertijd met de video online. Dus ga naar het linkje onder in de beschrijving. Aankomende zondag ben ik natuurlijk weer live voor jullie op mijn tweede gamekanaal. Op Onnestream, dus youtube.com/onnestream. Zorg ervoor dat je even abonneert, want alleen dan kun je meechatten. Dus hopelijk zie ik jullie dan en anders weer volgende week vrijdag met een nieuwe Misdaad en Make-up. Dus tot dan. Mwah.